Voor het plaatsen van een knie- of heupprothese word je uiteraard verdoofd. Dat gebeurt door een anesthesist, een arts die een gespecialiseerde opleiding in de anesthesie en de reanimatie heeft doorlopen. Je ziet de anesthesist of een medewerker op een geplande preoperatieve raadpleging in aanloop naar jouw ingreep. De anesthesist dient de verdoving toe en zorgt voor jouw veiligheid tijdens de operatie. Enkele dagen voor de operatie wordt gezien door onze anesthesiemedewerker op een preoperatieve consultatie. De dag van de ingreep komen wij nog een keer bij u aan bed en zullen we nog een keer het type verdoving overlopen met u. We gaan u ook de meest veilige verdoving aanraden op basis van uw gezondheidstoestand. En we houden natuurlijk ook rekening met uw persoonlijke voorkeur. Tijdens de operatie blijft de anesthesist een durende hele ingreep bij u. Dus je wordt gemonitord. Wat wil dat zeggen? Dat uw bloeddruk in het oog gehouden wordt, de zuurstof in uw bloed, uw ademhaling, uw lichaamstemperatuur, de diepte van uw slaap. Dus dat kan eigenlijk op een heel veilige manier verlopen. Anesthetica of verdovingsmiddelen zorgen ervoor dat de zenuwsignalen die ons wakker en bewust houden of die pijn doorgeven, onze hersenen niet kunnen bereiken. Zo zorgt de anesthesist ervoor dat je niets voelt van de operatie. Anesthesie is echter veel meer dan dat. Het chirurgisch gebeuren in zijn totaalplaatje, zowel de chirurgie als de anesthesie, heeft invloed op bepaalde orgaansystemen. Wij denken aan hart en longen bijvoorbeeld. En wij zorgen ervoor dat dat ondersteund wordt, bewaakt wordt. Waar nodig kunnen wij bijsturen, zodat alles goed, wel en veilig kan verlopen. Dat kan gebeuren aan de hand van verschillende vormen van anesthesie. Naar gelang het type ingreep en jouw gezondheidstoestand wordt een anesthetisch plan opgesteld. Dus er zijn verschillende types van verdoving. Wat bedoel je daarmee? We hebben de algemene verdoving, we hebben de halve verdoving en we hebben ook het zenuwblok. Nu, wat zijn dat voor types verdoving? De algemene verdoving of algemene anesthesie wordt u in slaap gebracht. We gebruiken daarbij verdovingsmiddelen die via de ader worden toegediend. Die inwerken op uw hersenen, waardoor dat er een soort van kunstmatige slaap geïnduceerd wordt. Tijdens de operatie gaan wij u continu monitoren. We houden uw diepte van uw slaap in het oog, de hartslag, de bloeddruk, de ademhaling, de lichaamstemperatuur. Eenmaal dat de operatie gedaan is, wordt u wakker gemaakt en dan gaat u naar de ontwaakzaal, waar u zal verblijven totdat u voldoende pijnvrij bent, u comfortabel bent en dan kan de anesthesist u ontslaan naar de kamer. Het tweede type verdoving is eigenlijk de halve verdoving of de spinale anesthesie. Daarbij gaan we via een ruggenprikje verdovingsproduct inspuiten ter hoogte van de onderrug. Dat zorgt eigenlijk voor een volledige gevoelloosheid ter hoogte van de onderste ledematen vanaf de navel. En die verdoving werkt ongeveer 1 uur of 3. Dat is eigenlijk niet pijnlijk, omdat we eerst voor het prikje ter hoogte van de onderrug de huid verdoven. Dus dat is eigenlijk een zeer goede, elegante vorm van anesthesie waar u zeker geen schrik van hoeft te hebben. Het derde type verdoving is het zenuwblok of de locoregionale anesthesie. Dat is nog iets anders. Daar gaan we apart een arm of een been verdoven. In het geval van de knie- en heupprothesen zal dat het been zijn. En dat dient er eigenlijk voor dat we u een voldoende lange pijnstilling na de ingreep nog kunnen bezorgen. Die locoregionale anesthesie wordt toegediend in een aparte ruimte. En we gebruiken daarbij een echotoestel en een zenuwstimulator. Die verschillende types verdoving kunnen we eigenlijk gaan combineren. Dus wat wij meestal doen bij een volledige verdoving is combineren met een zenuwblok, dus die op voorhand in een aparte ruimte geprikt wordt. Dat zorgt er dus voor dat je voldoende lang pijnstilling gaat hebben nadat je wakker gemaakt wordt. De halve verdoving combineren wij meestal met een soort van roesje. We noemen dat een sedatie, waardoor dat doet u kalmer zal zijn. En we kunnen ook gebruik maken van een koptelefoon met muziek en zelfs een virtual reality bril die u in een soort van hypnosetoestand brengt. De anesthesist overloopt vooraf jouw ziektegeschiedenis, medicatie, eventuele allergieën en het nuchter beleid. Hij baseert zich daarvoor op het medisch dossier van de arts die jou behandelt. De huisarts is hierbij de sleutelfiguur.
Het preoperatief consult bestaat onder andere uit het invullen van een vragenlijst, de welke u uiteraard zo waarheids mogelijk getrouw invult, als ook eventueel zo nodig het afnemen van een bloedname hier in het ziekenhuis. Vervolgens gaat u langs bij de huisarts om alles nog een keer te bespreken, eventueel ook afname van een elektrocardiogram. En in functie van de bevindingen tijdens voorgaande onderzoeken en vragen kan het zijn dat u ook nog eens verwijst naar een collega orgaanspecialist voor een verder gericht onderzoek. Wij vragen ook dat u de medicatie die u inneemt correct noteert. U mag ook vermelden of u eventueel voedingssupplementen neemt of zelfs een aspirintje tegen de hoofdpijn, zodat wij een goed zicht hebben op uw volledige gezondheidstoestand. Om je medische voorgeschiedenis beter te leren kennen, krijg je een vragenlijst die je alleen of samen met een verpleegkundige kunt invullen. We vragen om die lijst correct te beantwoorden. Het gaat om jouw veiligheid. Je moet ook toestemming voor anesthesie ondertekenen. Voor de ingreep is het de bedoeling dat u nuchter bent. Dit betekent dat u minstens 6 uur voor de ingreep niks meer hebt gegeten, als ook minstens 2 uur voor de ingreep niks meer hebt gedronken. Tot 2 à 3 uur voor de ingreep is het wel nog toegelaten om wat water tot zich te nemen. Zwarte koffie met of zonder suiker is ook toegelaten, als ook fruitsap, maar dan zonder pulp. Daarnaast raden wij ook aan om toch minstens 24 uur op voorhand geen alcohol mee te drinken, niet meer te roken of andere drugs in te nemen, omdat ook dit invloed kan hebben op de verdoving. Wanneer je toekomt op het operatiekwartier, wordt na controle van je identiteit een infuus in de ader geplaatst. De verpleegkundige overloopt de preoperatieve checklist. Door verbeterde bewakingsapparatuur, betere geneesmiddelen en de goede opleiding van de anesthesist en medewerkers is anesthesie heel veilig. Nevenwerkingen, zoals misselijkheid en keelpijn, kunnen voorkomen, maar duren niet lang. Thank you.